Een brand heeft flinke schade aangericht in een café in de binnenstad. De brandweer moest rond 4:15 vanmorgen uitrukken om het vuur in café Pacific in de Oosterstraat onder controle te krijgen. De brandweer zette extra materieel in om het vuur snel onder controle te krijgen. Het is hier één groot pand aan de achterkant. Het lijkt aan de voorkant verschillende panden, maar het zijn aan elkaar verbonden. En dat is hier veel meer in de binnenstad. Dus er is altijd de kans dat iets uitbreidt en wat sneller gaat, dat die uitbreiding sneller gaat dan als het losse panden zijn. Dus het risico is er altijd, zeker in de binnenstad van Groningen. En hoe is het met de schade? Nou, de brand is achter in het pand ontstaan en die is tussen de vloer en het plafond terechtgekomen. We hebben de brand vrij snel kunnen blussen, het uitslaande deel, maar wat tussen het vloer en het plafond zat, dat heeft nog wat sloopwerk nodig gehad om daarbij te kunnen. Dus daar is behoorlijk veel weggebroken. En hoe groot de schade is, kan ik niet precies zeggen. Wel dat de bewoners boven de café, die kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woning. Ook werd een hoogwerker gebruikt om een vrouw te bevrijden. In tijden van de brand was er nog iemand boven aanwezig en die hebben we met een hoogwerker uit haar woning moeten halen of uit het pand moeten halen. Dus voor die persoon is de impact natuurlijk vrij groot, want die kon er uit zichzelf niet meer uitkomen, maar die is dus door ons gered. En verder, ja, hoe lang dit nog duurt voordat het café weer open kan, dat kan ik niet zeggen. Dat heeft ook behoorlijk veel impact natuurlijk. Voor de eigenaar van het café, Martin Haak, is het een zware dag. Dit pand is net geschilderd weer. We hebben de afgelopen januari hebben we het weer geopend. Met name de etages hierboven, allemaal hele mooie appartementen. Het is allemaal net klaar. We hebben dat op de knieën hebben we de plintjes gemonteerd en afgeschilderd en meubilair naar binnen gebracht. En je komt hier en het is één grote opengebroken zooi met vlokken en waar brandweer gaten heeft gezaagd met kettingzagen. Ja, dan, als je dat ziet, dan schieten de tranen in je ogen. En ook nog een stapje verder. En de tent kan nu niet open natuurlijk. Ja, we gaan om 4:00 gaan weer open. Tenminste niet aan de Pacific kant. Daar zijn ze nu onderzoek aan doen. Maar aan de O'Malley's kant. Dus de Ierse pub is 6:00 voor English French. Met de wereldkampioenschappen. En vanavond de Brazilianen. Ik ben even vergeten tegen wie ze ook nog maar spelen. Maar we gaan het laten zien. Dus als het even mee zit en we krijgen het water ook nog weer klaar. Dan hebben we een hele dag hard gewerkt en dan kunnen we weer open.